Welkom allemaal bij jullie engelenboodschap voor donderdag 19 januari 2023. We gaan kijken welke boodschappen we mogen ontvangen van morgen donderdag. En ik ga beginnen met de Sacred Traveler. Dit is een algemene reading, dus het kan en zal niet voor iedereen resoneren. We gaan eerst een aantal orakelkaarten schudden en daarna gaan we een tarotlegging doen om te kijken wat de belangrijkste boodschap is voor morgen donderdag. 19 januari 2023. Universum, graag een heldere en duidelijke boodschap. Donderdag 19 januari 2023. Welke kaart, welke boodschap mogen wij ontvangen? Welke boodschap mogen wij ontvangen van de Sacred Traveler? Ja. Grace and gratitude. Grace and gratitude is de kaart. True gratitude, joy expands. Dus door dankbaar te zijn, zal vreugde naar je toe komen. Zul je meer vreugde ervaren. Dus ben dankbaar, leef ook in het huidige moment en geniet van alles wat er om je heen is, van het positieve, behulpzame mensen, kansen die je geboden worden. Ben dankbaar, zodat je dankbaarheid en vreugde aan kunt trekken in je leven. Heel mooi. Dan gaan we kijken wat de aartsengelen voor boodschap hebben. Voor donderdag 19 januari. Dit is vandaag natuurlijk woensdag. Maar deze reading is voor morgen. Donderdag 19 januari. Aartsengelen, wat is jullie boodschap? Clairaudience. Is de kaart die eruit is gekomen. Hele mooie roze-paarse kaart. Aartsengel Zadkiel, notice the loving guidance you hear inside your mind or from other people. Dus de boodschap is, let op de liefdevolle bescherming, maar ook richting die je aangegeven wordt vanuit jezelf, in je hoofd, gedachten die doorkomen, gevoelens die je hebt, maar ook van andere mensen. Dus het kan zijn dat je advies krijgt van iemand. Een goed bedoeld, liefdevol advies. Maar het kan ook zijn dat er zelf inderdaad ideeën naar boven komen, gedachtes. Die jou de juiste richting wijzen. We gaan de aartsengelen antwoorden schudden. Jullie mogen een vraag in gedachten nemen. En we gaan kijken wat het antwoord van de engelen is. En heb je geen vraag, dan maakt dat ook niet uit. Dan gaan we gewoon kijken wat de boodschappen zijn van de engelen. Voor donderdag 19 januari. Engelen, wat is jullie boodschap voor donderdag 19 januari? Of wat is het antwoord op de vraag die men zich op dit moment stelt? Je bent er klaar voor, is het antwoord op de vraag die jullie jezelf gesteld hebben. Je bent er klaar voor. Een hele mooie kaart. En onder op het dek. Zoek naar een teken. Nou, het kan dus zijn dat je dit teken vanuit jezelf, vanuit je binnenste zelf, door gaat krijgen. Of via een advies of een communicatie met iemand anders. Met de kaart die we hier hebben liggen. Wat mogen we nog meer ontvangen voor donderdag 19 januari? Wat mogen we nog meer ontvangen, engelen? We hebben nog een kaart onwaarschijnlijk. Graag nog een boodschap voor donderdag 19 januari. Nog één laatste boodschap. En dan gaan we beginnen met de tarot. Nog één laatste boodschap voor donderdag 19 januari. En de boodschap is, maak je geen zorgen. Je bent er klaar voor, maak je geen zorgen. Ja, en we hebben die kaart onwaarschijnlijk. Dus ik weet natuurlijk niet wat voor vraag jullie zelf gesteld hebben.
maar onder op het dek ligt nu, kies een nieuwe richting. En dat kan iets zijn waar velen van jullie op dit moment mee bezig zijn. Een nieuwe richting kiezen in het leven, in het algemeen of in je carrière. Dus kijk ja, hoe die kaarten, hoe die boodschappen resoneren. We gaan de Grand Lutz Tarot schudden. En kijken wat de belangrijkste boodschap is. Ja, we hebben het over een nieuwe richting kiezen. En kijk welke kaart om wil draaien. De Kelken 8. Een situatie emotioneel verlaten. Situatie die ja, niet langer vervullend is. Verlaten. Dus dat is heel toepasselijk. Universum. Graag een heldere, duidelijke boodschap voor donderdag 19 januari 2023. Wat mogen wij meenemen? Voor morgen. 3 kaarten alsjeblieft. Koningin van Zwaarden. En wat nog meer voor donderdag 19 januari. Oeh, dat zijn er ineens 4 die eruit vallen. Ik ga ze meenemen. Oeh, en kijk onder op het dek het Rad van Fortuin. Goddelijke timing, het lot, hetgene wat voorbestemd is. Weet dat je op dit moment op je levenspad, ja, in een bepaalde situatie waar je in zit, dit is het juiste moment, de juiste timing. En er is een reden waarom je op dit moment in een bepaalde situatie zit. Uiteindelijk, elke ervaring die je meeneemt op je pad in het Rad van Fortuin, ja, daar leer je van en dit kun je weer meenemen voor de toekomst. Dit is voor je hoogste goed, alle ervaringen die je meemaakt. Onder op het dek. En dan hebben we 3 kaarten. We hebben de Pentakels 2. We hebben de Schildknaap van Pentakels. En we hebben de Staven 10, die bijna op elkaar eruit kwamen. En deze viel er los van de Zwaarden 8. Met die eerste kaart, de Koningin van Zwaarden, hebben we een hele sterke energie. Een hele sterke vrouw, tweeling, weegschaal, waterman. Het kan zijn dat jullie dit als sterrenbeeld hebben of ergens een plaatsing hebben. Een tweeling, weegschaal, waterman. Luchtenergie. Dit is iemand die heel veel levenservaring heeft opgedaan. Kan een alleenstaande moeder of een weduwe zijn. Kan iemand zijn die gericht is op zijn carrière momenteel. Maar dit is iemand die doet wat goed voor haar is en die ook weet wat goed voor haar is. Iemand die heel goed kan communiceren, heel duidelijk, ja, recht toe, recht aan. Dit is iemand die ja, keuzes maakt gebaseerd op haar verstand, haar ervaringen, haar wijsheid, een hele wijze persoonlijkheid. En dit is iemand die klaar staat om af te rekenen met alles wat niet goed is voor haar, op haar pad. In haar leven, dus mensen die je niet verder brengen, die je misschien wel omlaag halen, situaties die niet goed voor je zijn, niet goed voor je gezondheid wellicht, stress. Ze staat klaar met haar zwaard om inderdaad korte metten te maken en te doen wat goed is voor haar met deze Koningin van Zwaarden. Beslissingen maken. En beslissingen maken vanuit levenservaring, vanuit wijsheid. Het is een hele intelligente persoonlijkheid. En dit is, ik heb het gevoel dat dit jullie energie is, aangezien deze kaart er als eerste uitkwam. Beslissingen maken die goed zijn voor jezelf. En dan hebben we 3 kaarten, die Pentakels 2. Er is balans nodig. Je beseft dat er balans nodig is in je situatie, dat je niet meer in dat Rad van Fortuin wil blijven ronddraaien. Kijk, het Rad van Fortuin blijft ronddraaien. En op het moment dat een bepaalde les geleerd is, ga je verder naar de volgende fase. En je hebt daar geen controle op. Zodra je er klaar voor bent, zal het Rad inderdaad een verandering brengen ten goede. En we hebben hier de eerste kaart, je bent er klaar voor. Je gaat beslissingen maken. Je wil niet meer
in het rad blijven ronddraaien. Er moet balans komen in een bepaalde situatie en je wil een nieuwe start maken. Met deze schildknaap van pentakels, dit is een energie van leren. Het kan zijn dat je een opleiding volgt, een cursus volgt, maar dit is een nieuwe start maken en iets wat stabiliteit brengt met de pentakels. Het kan ook een boodschapper zijn, iemand ja, die komt met een boodschap of een bepaald een aanbod, een kans die je geboden wordt. Maar we gaan het eigenlijk zien. En dan hebben we hier de staven 10. De afgelopen periode, en voor sommige mensen kan het een periode zijn van maanden of zelfs jaren, heb je heel veel verantwoordelijkheden gedragen op je schouders. De last van de wereld als het ware op je schouders dragen met de staven 10. En het is nu klaar. Het is nu klaar om losgelaten te worden. Het is nu beslissingen maken waardoor je inderdaad de lasten, de stress voor jezelf vermindert. Het kan ook zijn dat je altijd alleen overal voor staat. Of iemand bent die graag alles op zich neemt en alleen wil doen. Het lukt me wel alleen. Maar je komt nu inderdaad tot het besef, op deze manier kom ik niet verder in de situatie. Met de zwaarde 8, je hebt het gevoel vast te zitten, niet uit de situatie te komen. Het kan ook zijn dat je de situatie niet helder ziet. En de koningin van zwaarden, dat is een hele tegengestelde energie. En die kwam als eerste eruit en deze kaart als laatste. De zwaarde 8, het kan ook in je hoofd zitten, angst om een bepaalde beslissing te maken, om een bepaalde last of verantwoordelijkheid achter je te laten. Je hebt het gevoel dat je gevangen zit in een bepaalde situatie met de zwaarden 8. En je bent misschien gefocust op alles wat er mis zou kunnen gaan. Dit kan ook te maken hebben met angsten. We gaan kijken. Angst voor die nieuwe ervaring, voor dit nieuwe, die nieuwe verandering die eraan zit te komen, waar je geen controle op hebt. Met het Rad van Fortuin. En daaronder hebben we een Ridder van Kelken en een Schildknaap van Kelken. Dus voor sommigen van jullie zal inderdaad in de loop der tijd iemand op je pad gebracht worden door het universum. Schildknaap van Kelken, de Ridder van Kelken. Het kan zijn dat je plotseling iemand tegenkomt. Onverwachts, waar je hele sterke gevoelens voor hebt. Het kan zijn dat er iemand jouw kant op komt en die persoon heeft interesse in een relatie. Heeft gevoelens voor je. We gaan het zien. Waarom ligt hier het Rad van Fortuin als algemene energie? En dit is echt, de dingen komen wanneer ze moeten komen. Maak je geen zorgen. En dat is wat je aan het doen bent met die zware actie, zorgen maken. Er moet balans komen. Het kan zijn dat jullie letterlijk lichamelijk uitgeput zijn door een bepaalde situatie. In de afgelopen periode, doordat je heel hard gewerkt hebt, doordat je heel veel verantwoordelijkheden hebt gedragen. Je bent lichamelijk uitgeput. Er moet balans komen en dit heeft alles te maken met een keuze maken. De pentakels 2 heeft te maken met dingen afwegen, een keuze maken. De zwaarden 8... Je kunt een keuze maken waardoor je bevrijd wordt uit de situatie. Waar ligt hier het Rad van Fortuin? en hij wilde net al omdraaien en hier komt hij. Als eerste verklaringskaart, de Kelken 8. Je emotioneel terugtrekken, het besluit nemen om je rug te keren naar een situatie die niet langer vervullend is. Iets wat niet meer bij je past, iets wat je wellicht ontgroeid bent. En dit is een hele emotionele beslissing met de Kelken. Het is tijd dat het rad vooruit gaat. En het rad, je kunt aan de buitenkant van het rad hangen. En op die manier beïnvloedt eigenlijk de buitenwereld ook de vooruitgang. Jouw vooruitgang op de een of andere manier. En wanneer je midden in de kern zit eigenlijk van het rad en een beslissing maakt om een bepaalde richting uit te gaan, dan laat je je niet meer beïnvloeden door de buitenwereld, door mensen in je omgeving, door situaties in je omgeving. Jij bent degene die een bepaalde beslissing kunt maken. En alles waar je doorheen bent gegaan, al die cirkels, misschien ben je
blijven ronddraaien in cirkels. Of telkens weer op eenzelfde punt uitgekomen. Dit is allemaal zo moeten zijn om je lessen te leren. En nu is het tijd om verder te gaan. Waarom ligt hier de koningin van zwaarden? En jullie hebben een hele lange weg moeten afleggen, heb ik het gevoel, met die staven 10. Dus je vraagt je misschien af, waarom is mij dit allemaal overkomen met de zwaarden 8? Maar dit zijn dingen die ja, op je pad hoorden te komen om een bepaalde les uit te leren. En om sterker van te worden. Waarschijnlijk hebben alle ervaringen in het leven ja, een bepaald doel om je te vormen tot degene die je ja, vandaag de dag bent. Waarom ligt hier de koningin van zwaarden? De koningin van zwaarden. Staven 2. Ja, een beslissing nemen. En het kan te maken hebben met bepaalde situaties en mensen achter je laten. Een andere richting opgaan. Nadenken, vertrouwen op je innerlijke wijsheid. En dan hebben we de pentakels 2. Hey, en hier ligt nog een kaart omgedraaid. En die zag ik net ook voorbij komen onder op het dek. Pentakels 10. Ja, dit is een kaart van stabiliteit. Een ja, gezin, een familie. En je maakt je misschien zorgen over de stabiliteit, over je financiële stabiliteit. En dit kan de situatie ook bemoeilijken. En dit kan er ook voor zorgen dat ja, je in je hoofd zit en bang bent voor het onbekende, omdat je niet weet wat er gaat komen. Maar met het Rad van Fortuin zal die verandering, dat einde aan vertraging, fortuin brengen. Zeker met deze kaart onder op het dek. Een fortuinlijke verandering. Iets wat je meer geluk brengt, iets wat meer financiële zekerheid brengt. Ja, een zegen behalen, een overwinning behalen. Erkenning krijgen, een beloning, succes. En jullie maken je misschien zorgen omdat je de verantwoordelijkheid draagt over een gezin. Dat de keuze die je maakt om een verandering te maken, je wellicht financieel in de problemen kunt raken. Waarom ligt hier de pentakels 2? De pentakels 2, wederom. Er is balans nodig in een situatie. Het kan zijn dat je heel veel ballen tegelijk in de lucht houdt. En dat is zeker zo met die staven 10. En we hebben hier de keizer. De keizer zorgt voor zijn imperium, zorgt voor zijn territorium, beschermt zijn territorium. Een vaderlijke figuur, dit kan jullie energie zijn. Het hoeft niet mannelijk te zijn. Het kan ook voor de vrouwen. Dat je deze energie hebt, een beschermende energie. Het beschermen van je gezin. En doen wat het beste is. Maar de keizer is ook een kaart van de leiding, de controle nemen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen leven. En hoe mijn leven verder loopt, dat is afhankelijk van de keuzes die ik maak. En dit is iemand die staat voor rechtvaardigheid. Iemand die staat voor structuur. Stabiliteit. En het belangrijkste is inderdaad het beschermen van zijn of haar geliefde. Van alles wat belangrijk is voor je. Met de keizerenergie hebben we ram. Met het rad van fortuin hebben we stier, leeuw, waterman, schorpioen. Waarom ligt hier de schildknaap van pentakels? De schildknaap van pentakels. En weer die staven 10. Steeds maar weer die herhaalde, ja, dezelfde kaarten die steeds weer terugkomen. Een nieuwe start maken met de schildknaap van pentakels. Waarom ligt die staven 10 hier twee keer? Waar heeft die staven 10 mee te maken? Er kan ook een aanbod komen voor jullie, voor sommigen, morgen of in de loop van de tijd. Wat ervoor zorgt dat je bepaalde lasten los kunt laten. Het kan te maken hebben met financiën. Het kan zijn dat er een aanbod komt waardoor je financiën zullen verbeteren. Het kan ook zijn dat er een bepaalde uitspraak volgt. Er is een afweging gemaakt en er volgt een beslissing.
waardoor er een nieuwe kans geboden wordt en je inderdaad bepaalde lasten los kunt laten. De keizer, dit kan ook bijvoorbeeld een rechter zijn, een dokter zijn, noem maar op. En het kan ook te maken hebben met je gezondheid, dat er goed nieuws komt over je gezondheid. Iets waar je over hebt lopen dubben. Want met de staven 10, het kan zijn dat je last hebt van nekklachten, hoofdpijn, rugklachten voor sommigen. Kijk, en we hebben hier voor de staven 10 de aas van kelken. Iets wat je gelukkig maakt, iets wat je blij maakt. Het water stroomt over de kelk, emoties die overvloeien. Emoties van geluk. Emotionele balans. Het kan zijn dat je last hebt gehad van bijvoorbeeld een burn-out. Of ja, een burn-out. En dat je je nu weer aan de beterende hand voelt. Dat je je beter in je vel voelt. En dit kan te maken hebben met een keuze maken om gezonder te gaan leven. Om je tijd beter in te delen. Om beter voor jezelf te zorgen. Waarom ligt hier die zwaarde 8? Kies een nieuwe richting, hè? Hebben we hier onder op het dek liggen. En maak je geen zorgen, je bent er klaar voor. En ben dankbaar voor alles wat je tot nu toe bereikt hebt. De zwaarde 8. De toren. Nog een kaart voor de zwaarde 8. Staven 7. Ik heb het gevoel dat die toren, dat dit te maken heeft met een inzicht. Met iets wat aan het licht komt, maar vanuit jezelf. De controle loslaten over de uitkomst. Want met het Rad van Fortuin, je hebt er geen controle over. Je weet niet waar het pad zal eindigen. Of inderdaad, je kunt de uitkomst niet voorspellen in je situatie. En dat is wat je bang maakt. We hebben de kelken 5. Je bent misschien gefocust op alles wat er mis kan gaan. En je gaat je beseffen met de toren, een plotseling ingeving. Het is tijd om mijn grenzen aan te geven. Mijn grenzen zijn bereikt. En het is tijd om die zilveren lijn, see the silver lining met de kelken 5. Focus je op die 2 cups die nog rechtop staan, die 2 kelken. In plaats van op alles wat er fout is gegaan of wat wellicht nog fout zou kunnen gaan. Waarom ligt de toren hier? De toren. Wauw. Het Rad van Fortuin. En de toren is een ingrijpen van het universum. En dit is universele timing, goddelijke timing. Datgene wat voorbestemd is, datgene waar je geen controle op hebt. En dit kan ook loslaten van oude patronen zijn. Je hebt misschien het gevoel je te moeten verdedigen ten opzichte van anderen als het gaat om dingen die er gebeurd zijn in het verleden. En dit kan te maken hebben met dingen waar je spijt over hebt, spijt van hebt, waar je schuldig over voelt. Dit kan ook betekenen dat je je afvraagt waarom zijn de dingen me overkomen, maar dit is zo gebeurd, zodat je inderdaad sterker eruit komt met die staven 7. Je bent iemand die staat voor waar die in gelooft. En je bent een lange weg gegaan. En ik heb echt, dit is echt een hele, met 2 keer het Rad van Fortuin. Er gaat iets heel moois gebeuren. Een einde aan een hele lange situatie waar je in hebt gezeten. En dit kan vanuit binnen komen. Dus je kunt tekenen, je kunt een bepaald gevoel, ideeën vanuit binnen krijgen. Besef, er moet nu iets veranderen en ik ga actie ondernemen. Ik ga beter zorgen voor mezelf. Ik ga de juiste keuzes maken voor mezelf. Plannen maken voor de toekomst. Waar wil ik naartoe? En probeer je niet te veel zorgen te maken. Een nieuw avontuur aangaan. We hebben de Ridder van Staven onder op het dek. Iemand die heel veel daadkracht heeft.
Iemand die heel gemotiveerd is. Ambitieus. Iemand die ja, iets wil en zijn hart gaat sneller kloppen. Je voelt heel veel, je bent heel gepassioneerd om die nieuwe start te maken. En dat heeft te maken met de start van een nieuw leven. Iets wat je manifesteert. Voor sommigen van jullie heeft het te maken met liefde. En de boodschap is dan inderdaad, heb geduld. Kies een nieuwe richting. En heb geduld, geniet van het moment. Ben je bewust van alles wat goed gaat. En dan zul je ook meer vreugde aantrekken. Ben dankbaar inderdaad voor datgene wat je hebt en voor dat punt waar je op dit moment op staat, is de boodschap. Dus dit is wat ik voor jullie heb. Resoneer dat, geef me een like, abonneer je op mijn kanaal mocht je dat leuk vinden. En laat vooral een reactie achter. En ik wens jullie een hele mooie dag toe. En tot de volgende keer. Dag!